Penwoods, vijfde plaats. Vertel eens wat over de wedstrijd. Het was heel snel en de zand maakte het extra lastig, want het lag toch redelijk los. En het was enorm zwaar. Vanachter in het bos was technisch. En dan hier de voorkant, ja, na het zand, dat optrekken en zo, daar kwam pure kracht bij te pas. Ben je gelukkig met deze vijfde plaats? Ik had voor de wedstrijd top 5 in gedachten en ik zou wel content. Dit was dus het hoogst haalbare deze wedstrijd? Deze wedstrijd wel, ja. We hangen voor de derde plaats en toen dacht ik, ja, misschien maak ik hier wel kans. Maar met lopen in de zand, met een onderrug, begon heel veel pijn te doen. En toen was het over en uit. En wat zijn de plannen voor de rest van het seizoen en voor volgend seizoen? Gewoon constant blijven rijden, zo goed mogelijk presteren en zien dat ik niet ziek word. Oké, dankjewel Ben Boets en nog eens proficiat.